De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Sinds 18 oktober wist Helmond Sport geen wedstrijd meer te winnen. Dat was in Dordrecht toen Helmond met 2-1 won. Eerste kans van de wedstrijd is echter voor de bezoekers uit Dordrecht. El Bouchatoui schiet de bal over. Sinds die zege in Dordrecht 17 wedstrijden gespeeld door Helmond Sport. 4 keer gelijk en 13 keer verloren. Dit is een aardige actie van Gravenberg. En dan in de kluts krijgt Helmond de bal weg. Ook nog eens 3 wedstrijden op rij niet gescoord door de ploeg van Boessen. Wellicht nu iets meer dan 5 minuten voor de rust. De vrije trap kort genomen en in de korte hoek geschoten. Redding van Havenkotten op die trap van Swinnen. Oran Zepar terug bij Helmond na schorsing. En Jeffrey Neral is ook weer fit. De kans is voor Dordrecht, voor Gravenberg. Swinnen met de hoekschop. Heel lekker gekiept door Havenkotten. Dan een klutsbal en van de lijn gehaald. Maar met de hand door Weerman. En die krijgt rood van scheidsrechter Dreugen. En uiteraard krijgt Helmond dan een strafschop. Het is een reflex, op zich een goede reflex, maar wel eentje die hem... En Dordrecht duur komt te staan. Swinnen schiet hem binnen. En Helmond op 1-0. En dan is de vraag, gaat Helmond weer in Swinnen? Aan de andere kant dan. De overtreding. Niet heel handig. Van Neral. En de penalty voor Dordrecht wordt benut door Breedijk. En dan komt er dus niet die overwinning voor Helmond. Blijft het steken op 1-1 en is de teleurstelling groot bij de mannen van Willy Boessen.